Hype. Games, gadgets, more streaming. We bespreken het allemaal iedere dinsdagavond met de boys van IGN. Maarten en Jordan, welkom jongens. Goedenavond. Goedenavond. Het is, er is een beetje spanning en sensatie. Ja, kijk, weet je wat? Ik heb een leuk dingetje. Als je een iPhone hebt, hou even die middelste knop in en dan krijg je Siri. Ik ga het even doen, let op. Hey Siri, give me a hint. Let op. Look deep within yourself and you will find the answer. Especially on the 9th of September. Gadgets. So, I got one more thing. Ja, 9 of september, 9 september. Ja, je hoorde het dus al. 9 september, ja, dan is er een hint. En de presentatie die Apple gaat houden, wordt de keynote. Die heet dus ook Give Me a Hint. Of Siri, give us a hint, zoiets. Uh-huh. Duidelijk is dus dat Siri een belangrijke rol erin gaat spelen. Maar wat we sowieso kunnen verwachten is een nieuwe iPhone natuurlijk. iPhone 6S ja. Plus iPhone 6S Plus. Oh, ja. Die gaat een iets sterkere behuizing... Ze zijn allemaal rumoer, hè? Iets sterkere behuizing krijgen. Want je weet nog de bandgate. Dat je hem zou kunnen buigen in je zak. Ja. Ja, op zich volgens mij wel mee. Ik heb er nooit last van gehad. Maar het schijnt een iets sterkere behuizing te komen. Ook een force track touch pad, whatever. In ieder geval, het scherm wordt iets anders, iets sneller. In ieder geval gewoon iets beter allemaal. We kennen het wel, die S-updates van de iPhone. Het uiterlijk blijft hetzelfde. Het uiterlijk, volgens mij, volgens nog blijft dat allemaal hetzelfde. Ja, het zijn inderdaad allemaal geruchten. Dus het kan overal heen gaan. Maar in ieder geval, als je dus een nieuwe iPhone wil kopen, wacht nog even. Want er komt inderdaad binnenkort een nieuwe aan. Dat is wel een goede tip, ja. Ja, ja en nou, we weten inmiddels van die presentaties van Apple dat zodra zij ook maar iets aankondigen, dan is het gelijk wereldnieuws natuurlijk. Dus die zesde wordt wel een bijzondere dan. De negende. 9 september, ja. En gaat nog veel meer gebeuren, want je kent Apple TV. Heb jij het, Apple TV? Ja. Thuis, ik heb hem ook. Ik gebruik hem eigenlijk voornamelijk voor Netflix, moet ik zeggen. Dat is het. Dat is eigenlijk een beetje een dure apparaat om alleen Netflix mee te gebruiken, toch? En je kan natuurlijk je iPhone en iPad, zeg maar foto's en zo, meteen naar je tv streamen. Ja. Airplay, ja. Dat doe ik ook vaak, inderdaad. Ja. Maar that's it, eigenlijk. En nu wordt het veel interessanter. Tenminste, dat zijn de geruchten, want ze willen echt een soort console neerzetten. Dus voor de huismoeders en voor de hele familie, een beetje een Wii. Er komt ook een afstandsbediening bij. En wie zeg jij? Hoor je het? Motion tracking. Dus het wapperen. Maar wacht even. Ik bedenk dat mijn schoonmoeder straks Candy Crush op de tv kan gaan Waarschijnlijk spelen. Waarschijnlijk wel. Ja. Dat zijn de geruchten in ieder geval op dit moment. Hij moet even krachtig zijn als de PlayStation 3 en Xbox 360. Dus dat is helemaal niet gek. Dat zijn mooie graphics voor je Candy Crush, zeg maar. En er moet ook in de afstandsbediening Siri zitten. Dus dat je dan voice control kan doen met de tv, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk super kut, hè. Als je nu een serie wil zoeken op Netflix, dan zit je met dat afstandsbedieningetje te pielen. Dat werkt eigenlijk voor geen meter. Nou, als je dat gewoon kan zeggen van, hey, find Narcos, wat onze streamtip van vorige week, die trouwens overigens super vet is, Narcos. Ja, vette serie. Ga die shit checken als je Netflix hebt, Narcos. Maar goed, dus dan kan je dat gewoon zeggen. Dan kan je dat gewoon zeggen, find Narcos of zo. En dan hoef je niet te typen met zo'n klein afstandsbedieningetje. Maar dit is dus de negende. Gaan we allemaal zitten kijken. Zo'n grote stream. Er wordt van alles bekendgemaakt. Is dit het wel weer wat ze doen? Meestal doen ze 2 presentaties per jaar, toch? Meer over de computers inderdaad. En dit gaat meer over de iPhones elk jaar. Dit is een beetje een halfbakken presentatie. Nee, het is superbelangrijk. Maar het zijn allemaal rumoeren. We kunnen nog van alles verwachten. Meestal zijn er best wel dingen die echt goed geheim gehouden worden. Maar ja, die iPhones, je ziet al die foto's al voorbij komen. Die laat iemand bij een restaurant liggen bijvoorbeeld per ongeluk. Want al die medewerkers die zitten natuurlijk in diezelfde Silicon Valley. Ja. En die zitten bij dezelfde tent te lunchen en die verklappen in één keer... Er zitten een paar mensen van Google in de bosjes of zo te kijken. Nee. Zo, dan hebben we meer. Dan onder andere nieuws over de Xbox. En we hebben een vette game. Ja, we gaan het hebben over Metal Gear Solid. Die is vandaag beschikbaar. Dus je kan hem ook nog winnen. Hype. Games, gadgets en more bespreken we iedere week. We hadden het vorige week eventjes over de nieuwe Netflix-serie Narcos. Is inmiddels te bekijken. Moet je echt even gaan doen. Ik ben er nog niet aan toegekomen, maar ik overweeg om voor het eerst sinds lange tijd weer een serie te gaan kijken vanwege deze shit. 10 afleveringetjes over Pablo Escobar en cocaïne. Maar nu duiken we even in de gaming, want er is nieuws over de Xbox. Ja, we hadden het net over Apple en nu gaan we het over de aartsrivaal Microsoft hebben. Want vandaag werd bekend, tenminste onlangs werd bekend, dat er een nieuwe Xbox One aankomt. Nou, schrik niet een hele nieuwe console, maar wel een nieuwe editie, een nieuwe variant. En die heet de Xbox One Elite. En daarbij zit de Elite Controller. En dan denk je, Elite Controller, what the fuck is dat? Dat is een speciale controller, een duurdere. Die kost €150 ten opzichte van normaal €50. Maar dan kun je customizen. Kun je helemaal zelf samenstellen. Andere knopjes op de andere plekken. Andere triggertjes erop. En dat is met name in de serieuzere game scene is dat een interessante tool. Want daar hebben ze al speciale controllers die al duurder zijn. Dus vooral voor Call of Duty spelers bijvoorbeeld. Die vinden het echt heel fijn. Plus in die Xbox zit er ook een sneller harde schijf. SSD, dat flashgeheugen. Dat is een SD-kaart. Daar zit het systeem waarschijnlijk op geïnstalleerd. Waardoor die sneller opstart en sneller uit de slaapmode komt.
En er zit een terabyte harde schijf in. En die heb je natuurlijk nodig om al die digitale games binnen te harken. En hij komt uit, dit hele setje voor €500. De controller plus die nieuwe Xbox One. En dat gebeurt op 3 november. En dat is wel een interessante datum. Want 6 november komt, geloof ik, Call of Duty uit. En al die Call of Duty spelers die gaan deze set halen als je nog geen Xbox One hebt. Tenzij je gewoon een PlayStation 4 bezitter bent. Want daar komt Call of Duty... Ja, waarschijnlijk in een bundel. Want dit jaar zijn zij de dealer. Ja. Reviews. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. Ja, er is ook een speciale PlayStation 4 met Metal Gear Solid 5 waar we het nu over gaan hebben. Ja, die ziet er vet uit trouwens. Ja, het is een rode PlayStation 4. Maar jongens, even bij het begin, want Metal Gear Solid, ik heb die naam vaak gehoord. Ik hoor ook commercials op de radio, ik zie het op televisie. Ik heb die serie nooit gespeeld. Breng me even helemaal naar het begin, wat is dit voor game? Ja, om nu het verhaal uit te gaan leggen, weinig mensen snappen wat het. Het is een stealth game, oftewel dus dat je bent een spion en je moet zeg maar infiltreren in basissen en vijanden uitschakelen. Je kan de game halen zonder ook maar één iemand te doden. Oké, dus we hebben het echt over sluipmoordenaarschap. Ja, precies. Oh, okay. Maar als je meer Rambo bent, dan is het geen probleem. Dan kan je ook helemaal los. Geen probleem. Het schieten is ook gewoon heel erg goed. Maar wat nieuw is in deze game, in Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, is dat het open wereld is. Dus het is voor het eerst echt een grote wereld waar je verschillende missies kan doen. Het is een Japanse game, dus je kan ook schapen moet je bijvoorbeeld redden. Er zitten van dat soort gekke dingen in. Maar ook gewoon een hoge targets. Het speelt zich af in Afghanistan. Dus hoge drugsbazen moet je uitschakelen. Maar tof is dat er ook een mother base is. En dat is zeg maar je eigen basis die je kan uitbouwen. En bijvoorbeeld als je personages in de wereld tegenkomt. Vijanden die kan je naar je basis meenemen. Komt er een parachute en dan vliegt hij omhoog. Schreeuwt hij ook en niemand om hem heen hoort hem. Heel gek. En maar, dan voer je hem naar je basis. Ja, en dan voer je hem naar je basis en dan kan je hem gebruiken in je eigen leger. En zo bouw je door de hele game een beetje een leger op en wordt je basis steeds maar groter. Maar Jordan, wacht even, want jij zegt net Japanse game en nou weet ik uit het verleden dat meestal die Japanse shit is allemaal ingewikkeld en moeilijk en raar en slechte menus en zo. Is dat hier ook of... Nou ja, er zitten inderdaad wel wanky shit in. Bijvoorbeeld dat je onder een doos kan. Ja, en dat is echt een meme op het internet ook altijd. Ja? Inderdaad, dus dan ga je gewoon onder een doos en dan zie je gewoon twee voetjes onder een doos. en niemand ziet dat jij erin zit. Ja. En je hebt bijvoorbeeld ook een pornoblaadje, die kan je neerleggen en dan komt er een bewaker aan en die gaat het dan heel rustig leeg en dan kan je hem ondertussen neerhalen. Is het een vette game? Ja, nou ja, maar hij krijgt echt tussen de 9,5 en 10 op het internet. Ja. Eigenlijk, ja, het is sowieso waarschijnlijk wel een van de beste games. Misschien wel de beste game van het jaar. Ja, de becijfering sowieso. Nou, moeten jullie onze... Ja, wat wil je zeggen nog? Nou ja, absoluut inderdaad. En het is ook heel groot. Er is superveel te doen, wat ik al zei met die Mother Base. Het ziet er waanzinnig uit. En hij begon, geloof ik, vorig jaar op de E3 begon de Microsoft persconferentie hier trouwens mee. Dat is wel grappig. Want nu is die PlayStation... Ja, maar dat is natuurlijk een eeuwige oorlog tussen die twee systemen absoluut, om die games. Absoluut. Maar dus hij is op allebei en ook op de last-gen consoles. Dus ook op de PlayStation 3 en Xbox 360 en maar op de PC. Maar dat zou echt een ramp zijn als je daarop moet spelen. Precies. Jullie We zijn enthousiast. Ja, jullie moeten ons even wat uitleggen. Want ik heb deze games dus nooit gespeeld, maar het schijnt nogal een soort terugkerend ding te zijn als je doodgaat in Metal Gear Solid. Ja, dan word je dus gebeld en daar hebben we een Je bent eigenlijk al de hele tijd aan de lijn, zeg maar. Met verschillende mensen die jou een missie geven. En dan ga je dood inderdaad. En dan gebeurt er dit. What's wrong? Snake! Het hoofdpersonage heet de Snake. Nog een keertje dan, andere. Snake! What happened? Snake! Snake! Nou, dit is echt een ding op het internet. Ja, je moet je voorstellen dat ik de hele tijd aan de lijn ben met diegene. En opeens is hij er niet meer. Dus dan vraag je je af, waar is hij nou? Dope game. Stealthy. Ik denk dat mijn pa dit tof vindt. Die mijn pa speelde voor... Ja, nee, maar je kan wel lachen. Maar mijn pa die is gewoon over de 60. En die speelt gewoon nog steeds dat soort games. Echt waar? Ja, die vindt Hitman en zo. Dat is dan is het echt al. Ja, precies. Echt zijn shit, ja. We gaan een spelletje spelen, want jullie hebben ons geïntroduceerd aan een soort... Ja, meme is het eigenlijk in Metal Gear Solid. Als je doodgaat, dan hoor je dit. What's wrong? Snake! 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 Nou, dat was mijn beste imitatie. Maar jij hebt niet gewonnen, hoor ik al. Nee, dat denk ik ook niet. We gaan naar onze twee kandidaten. Hallo, met wie? Hey, met Joey. Hey, Joey. Goedenavond. Hey. Hey, nou, de bedoeling is dus dat je zometeen eigenlijk je onvrede uitspreekt over het feit dat Snake is gestorven. En hoe je dat wil doen, dat is helemaal aan jou. Nee, dat is goed. Oké, en je gaat het opnemen tegen Danny. Goedenavond.
Goedenavond. Ja, voor jou inmiddels is de opdracht een beetje duidelijk? Ja, is wel duidelijk. Ja, ja. Zeker. Nou, dan krijgen jullie allebei gewoon, laten we zeggen, 10 seconden om jullie onvrede uit te spreken. Eigenlijk moeten we dus ons voorstellen, Ivo die zit te spelen met Metal Gear Solid en Ivo gaat dood. Ivo is onze Snake. En jullie spreken hem toe om te laten weten dat het echt, echt, echt niet kon. We gaan beginnen bij Danny. Ben je er klaar voor? Oké, ja. Danny, de zender is van jou. Snake, Snake! What the fuck, man? What the fuck? Where are you? Oké. Okay. En Joey? Joey? Joey, jouw beurt. Ja. Hij is aan jou. Oké. Okay. Snake! Snake! What happened? Snake! Snake! Oké, okay, okay, okay. Even overleggen, jongens. Ja, wij overleggen even. Eén momentje, hoor. Goed, hoor. Dit hebben we niet vaak, jongens. Nee. We kwamen er niet echt uit. Nou ja, goed. Is dat een probleem? Vraag je af. Ja, we moeten natuurlijk normaal gesproken iemand uitkiezen als een winnaar. Maar wat als we ze allebei laten winnen? Hey! Hey! Gefeliciteerd, jongens. Joey en Danny, jullie krijgen allebei Metal Gear Solid 5. Ja. Yo, dank je. En we wensen jullie een bijzonder fijne avond. Hey, yo, blijf hangen. Hoi, hoi. Mannen. Winnen gewoon allebei even een gamepie. Yeah. Zeker. En wat voor, misschien wel de game of the year, joh. Wie weet het. Wij spreken jullie volgende week weer. En hou natuurlijk de 9e, die presentatie van Apple in de gaten. Ja, dat is dus echt volgende week. En volgende week zitten we hier weer. En dan, volgens mij is het dan echt binnen 24 uur geweest. Nee, het is volgende week woensdag, toch? Ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Tot volgende week, boys. Oh. De avondploeg.